Zonder geluk vaart niemand wel, Kees. Nou, vanmorgen regen, maar ik heb vanmorgen om 17:15 op buienradar gezien. En gezien na 10 wordt het wat droger en na 1 schijnt de zon. En dat hebben we hard nodig. En dat belooft dan een hele mooie draf te worden, denk ik zomaar. Ja. Hoeveel paarden? 24 paarden. Ik dacht van 4 paarden of 6 paarden uitgeloot. Dus er is wel belangstelling om hier in Van Huizen te draven. Ja, prima. Het is een mooie dag en een goede totalisator. Dat hoop ik wel. Vorig jaar, kijk, wij zijn een kleine vereniging. Vorig jaar hebben we een record gehad van even ruim tussen de 20 en 21.000 euro. Voor grote korte baandraverij is dat natuurlijk peanuts, bij wijze van spreken. Maar als wij boven die 20 uitblijven, misschien een lichte verbetering, want het stond net aardig vol uiteindelijk ook bij de totalisator. Dan vind ik het een geslaagde dag als ik later straks het antwoord krijg dat we boven die 20 zitten. Met een hoop gelukkige winnaars en mensen die genoten van de baan. Om 14:45 klonk voor het eerst klaarmaken 1-2-3 start. Onder grote belangstelling van vele, ook bijzonder uitgedoste toeschouwers. Al in de eerste omloop gaf Bos Sprengers achter Doc Holiday, de 9-jarige in Duitsland gefokte Bruine Ruin, haar visitekaartje af. En wie toen al winnend en plaats hadden gegokt, gingen met een redelijk bedrag naar huis. In de tweede omloop loopde zij tegen favoriet Calvados 6 met op de sulky John de Leeuw. Daar gebeurde iets heel bijzonders, vertelde kamprechter Marcel Leeuwenburg. In de eerste confrontatie vielen ze de beide paarden gelijk via op een 1000ste elektronische waarneming. Na 4 hits ging Doc Holiday naar de derde omloop. Daar was Koet Old André Zwagerman geen partij voor haar. In de finale was tegenstander Aschans de Jiel geen partij voor Doc Holiday en won zij de 59ste korte baan in Venhuizen. Voor het eerst sinds 1983 weer op de Kerkweg in Venhuizen. De eerste omloop tegen Calvados 6 met John de Leeuw. 4 keer. Nou, toen dacht ik jij wordt de winnaar. Oh, dacht je dat? Ja, nou ja, het ging gewoon heel lekker. En ja, verder ook eigenlijk de rest van de omlopen. Nou, vorig jaar Nederlands kampioen, maar ja, toch een lastige baan hier op in Venhuizen. Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee, ik vind het een heerlijke baan om te rijden, ja. En dan 2 paarden in de halve finale. Ja, ook dat. Eerste en vierde mee naar huis. Maar wat dacht je? Ik gok toch op mijn Doc Holiday? Nou, ik wist dat ze allebei goed waren, dus je doet met allebei doe je best. Ja. Wat is het handicap van Doc Holiday? Ja, hij gaat gewoon vanzelf. Het is gewoon een paard die zelf het heel goed doet eigenlijk. Eigenlijk was het vroeger altijd een mannenaangelegenheid. Maar ik zat zelfs in de halve finale 2 dames tegen elkaar. Manon Pols en jij tegen elkaar. Ja, dat klopt. De dames doen het goed op het moment ook tussen de heren. Doe je ook lange baan? Ook dat, ja. Maar op het moment veel korte banen. Dat heb je voorkeur toch, bij korte baan? Ja, ik vind korte banen wel heel leuk om te doen. Ja. En vooral de start, dat ligt je ook wel goed. Want ja, meestal is het daar toch wel een verstrengeling van wielen. Ja, klopt. Bij de start moet het gebeuren. En als je niet goed weg bent, dan heb je eigenlijk al verloren. Wat me wel opvroeg, je hebt weinig springers. Ja, het ging al gewoon echt super. Ja. Springt hij wel eens? Tuurlijk, ja, dat doet hij wel eens, ja. Gefeliciteerd met deze overwinning in Venhuizen, want het is hier een traditie, hè? Elke derde Pinksterdag. Ja, dank u wel, ja. Goed hoor. Ja. Prima.